Wat moet ik? Die zien wie daar staan als de stoel. Hey, goedemiddag allemaal, lieve vrienden. Ja, we zijn weer op een nieuwe dag aanbeland. Lange hoor, want het is al... ik ben iets voor, maar zeg maar 14 uur 28. Loopt in ieder geval tegen 2:30 aan, dat weet ik wel. Ik heb vergeten te kijken op mijn mobiel om te zien hoe laat het exact was. Maar doet er niet toe. Het is gewoon later dan ik had verwacht. Ja, het is vandaag... dode herdenking. Tot mijn grote verdriet durf ik nou de vlag niet uit te hangen zoals met Koningsdag. Nee, het wordt gewoon uit mijn raam en aan mijn raam vastgebonden. Maar het stormt nou als een raket. Ik ben niet sterker dan de wind. Nee, dat lukt mij dus niet. Om dat vast te moeten binden. Daar hangt hij wel uit op halfstok. Ik had het ook graag willen doen. Maar lieve mensen, lieve vrienden, ik kan dat niet doen. Nee, daar waait het echt te hard voor. En we houden voorlopig even dit weer een paar dagen. Dus morgen met bevrijdingsdag kan ik hem ook niet uithangen. Dat doet me ook veel verdriet dat ik dat niet kan doen. Want ik ben iemand die daar altijd aan meedoet. Ja, ik zal vanavond ook een minuut stil wezen. Ik hoop dat dat ook op Facebook zal gebeuren. Want ja... stil, moet stil zijn, .nl. Ja. En ik zal dat ook daar duidelijk even inspreken. Straks als ik met de meisjes terug ben, ga ik even online. En dan zeg ik dat gewoon. En ja. Komt allemaal wel goed. Kan dat wel er even nemen. Maar... Kom. Even aan de kant. Even aan de kant. Ga weg met je pootjes. Zo dan, jeetje. Ja, het is winderig, hè, man? Ja, het is winderig. Wat een dikke, ja. Ja, het is winderig. Die wou weer naar binnen. Hij was net naar buiten. Dan wou die alweer naar binnen. En wij moeten al naar buiten. Ja. Moet dat nou weer? Wees eens lief. Hé, wees eens lief. Wees eens lief. Ja, wat moet ik? Wat moet ik? Ja? En dan? Denk je om mijn jurk? Bent je een nieuw jurkje? Ja? Boefie? Dus ja, lieve vrienden, dat moet ik dus nog wel even doen met ze uit. En daarna doe ik de computer aan. Tenminste, doe ik er al aan voordat ik wegga, want ik moet toch de hele boel. Want de rollator staat daar al klaar met mijn jas en alles erop. Die zien jullie daar staan als de stoel. Wijzen is moeilijk, hè, in spiegelbeeld. Ja, het zal altijd zo blijven ook, maar doet het er niet toe. In ieder geval, ik zou zeggen, geniet van jullie dag. Vul hem in met een lach. Het is wel grijs, grauw en triest weer hier aan deze kant. Ik weet niet hoe het bij jullie is, maar ik meen dat het over het hele land zo heen zou zijn. En ook code geel, ja, want er is al het een en het ander gebeurd. Zoals een dak van een staakcaravan afgewaaid. Die is dus gestript gelijk. Kennen ze opnieuw brengen. Ja, dat kwam op een snelweg terecht. Dus ja, die weg die werd ook al afgezet om de troep daarop te ruimen. Dus ja, er kan van alles gebeuren met zo'n storm als nu. En dan die rukwinden erbij van zoveel kilometer per uur. Ja, dan kan je beter eigenlijk maar binnen blijven in plaats van naar buiten toe gaan. Maar ja, wij mensen met een hondje of honden... die moeten er wel uit. Ja, die willen naar buiten toe, et cetera. Dus ja, lieve vrienden.
Daarom ga ik nu weer stoppen en ik ga me klaarmaken en ik ga mijn hondjes even uitlaten. En ik zou zeggen, tot later weer. Tot dan. Doei doei. Zo ja, lieve vrienden, we zijn er weer. Ik heb mijn eten klaarstaan. Bitlof met een hamburgertje en ik heb ook een hamburgertje voor de beide meisjes. Dat valt op mijn stukje af voor Kandalf. Die zit toch boven, dus dat gaat in zijn bakje in de hal. En ja, straks dodenherdenking. Ik ben even online geweest in de belangrijkste groep van mij. De 50 plus. En ja, ik heb watjes zitten te praten uiteraard. En gevraagd om een minuut stilte om 8 uur. Of ze dan de boel willen laten boelen. Geen plaatjes delen, geen wisselen, niks. Ook niet typen, laat die toetsenbord maar even met rust die ene minuut. En daarna gewoon weer vrolijk verder gaan zonder haat en nijd. Oh, ben jij met je speelgoedkluifje bezig? Mijn dammetje. Hé? Ja. Dat is de enige die je niet kapot krijgt. Hè? Enkel het piepetje doet het niet meer, geloof ik. Maar ja, oké, lieve vrienden. Ik ga nou lekker eten. En zometeen dodenherdenking kijken en luisteren. André van Duin, die gaat zometeen ook een toespraak houden. Nou, dat vind ik helemaal mooi. Op de Dam, geloof ik, dat ik hoorde. Ja, het is allemaal anders door die domme gedoe van Rutte. Hij moet ermee ophouden. Dat corona bestaat, weten we allemaal. Ja? Maar hij hoeft niks op vlot te gooien, want het helpt twee keer niks. Monddoekje helpt niks. Ik noem het al een snotdoekje. Anderhalve meter ruimte. Nou, ik heb er net al gezien, het was 2 meter ruimte ergens in een winkelcentrum. Nou, hallo, het is geen 2 meter, het is 1,5. Maar ook dat hoeft niet. Nee, want het helpt niet. Nee. Het hielp vroeger al niet, dus laat staan nu. Pieuw. Draadje los erboven. Maar oké, alle gekheid op een stokje. Ik wens jullie natuurlijk ook straks, nou ja... Het zal wel met een lach en een traan lezen, denk ik. Maar toch wens ik jullie wel een fijne herdenking. En Godzegen. Ik bid met jullie mee. Ook om jullie dierbaren. En daarna, ja, fijne avond en voor morgen. Dan hebben we natuurlijk weer een bevrijdingsdag. Ja, ook daar... Kun je galgenhumor over maken, want ja, hoezo bevrijdingsdag? Hallo, we zitten nou eigenlijk in een, hè, een gesloten iets. Ja, net wel een klein beetje vrijheid gekregen, maar mijn gevoel zegt dat Rutte het weer op slot gaat gooien, TCT. Ja, maar we merken het wel. We moeten gewoon niet op die lui stemmen. Nee, ik had al op een ander gestemd, maar... Degene die op hem stemt, moet dat gewoon niet willen, moet dat niet doen. Want ja, je krijgt je leven er niet mee terug hoor, die je hebt gehad. Nee, dat gaat veranderen. Ja, en daar moet je niet voor wezen. Nee, je moet alles weigeren. Je moet ook geen vaccin nemen en ook krijgen niet laten testen. Nee, dat moet je niet willen. Maar ja, gedane zaken nemen geen keer, maar word wel wakker. Misschien dat dat nog helpt. Ja. Ik zou zeggen, geniet van jullie avond. Ga ik ook doen met mijn diertjes. Ik moet nog een vlog in elkaar zetten. En ja, ik heb nog een hoop te doen. Ik ben er vandaag niet aan toegekomen. Want ook is Mary bij me geweest. Gezellig eventjes. Ja. En nou ja, met mijn hondjes weer uit geweest. En, maar allemaal leuk en gezellig. Ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet van alles. En tot morgen maar weer. Ik zou zeggen, tot dan. Doei!